First of all, I thank God at least he protected each of every player. We didn't have too much injuries, and I think we played a fantastic game, and we deserve to win. But in football, everything can happen. We just have to merit about the good things we did and also try to correct the mistakes we made in the game. Oui, c'est vrai que c'était un bon match, mais on reste déçu parce qu'on n'a pas su mettre ce but qui aurait pu peut-être nous mettre un peu plus en sécurité. Ik denk dat we een heel goede eerste helft hebben gespeeld met heel veel kansen. Alleen jammer dat we niet hebben kunnen scoren. Tweede helft zijn we in het begin een beetje teruggezakt, denk ik. Maar ik denk dat we het laatste half uur toch nog eens goed hebben doorgeduwd op zoek naar die goal. Spijtig genoeg hebben we het niet kunnen afmaken. Maar ik denk dat 0-0 beter is dan 1-1. Dus ik denk dat het wel mogelijk is om daar nog om ons daar nog te kwalificeren, hopelijk. On a eu du mal à démarrer les 5 premières minutes. Donc on a pris la température et une belle réaction pendant la première, parce qu'on a su quand même garder le ballon, se créer pas mal d'occasions assez franches. Donc pour nous c'est plutôt prometteur. Hij zei dat we zo verder moesten doen en verder proberen zoveel mogelijk kansen te creëren. En dat we ook heel goed in organisatie stonden, behalve de eerste 5 minuten. We hebben ze een beetje laten komen, dat is ook logisch, denk ik. Hij was tevreden aan de rust, hij was ook tevreden na de match. Hij was heel tevreden over de mentaliteit en over de kwaliteit. Hij heeft gezegd dat we moeten proberen om daar hetzelfde te doen, omdat zij toch zullen moeten komen vooral. Dus we kunnen ze een beetje afwachten en dan proberen op de counter of ook met ons eigen spel proberen te scoren. Le coach était plutôt satisfait, donc tout ce qu'il souhaitait, c'était déjà qu'on garde avant tout le zéro, parce que ça nous permet aussi de pouvoir effectuer un beau résultat là-bas et de se créer encore plus d'occasions, parce qu'on avait le monopole du jeu et on a su quand même bousculer quand même cette équipe de Moscou. I don't know, everything lies in the hands of God, but we just have to go there and do our best. Maybe here, maybe we did 200%. There, we have to do more than that so that we get the results we need. Het zullen andere omstandigheden zijn. Het zal er veel kouder zijn, denk ik. Zij zijn het al gewend, wij iets minder. Maar ik denk dat we na vandaag met heel veel vertrouwen wel naar daar kunnen gaan. En hopelijk goed resultaten behalen.